De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan is de sterrentuin in feit. Deze tuin en het monument is in ontwerp van Lonneke Geurts. Tijdens een ingetogen bijeenkomst waar veel genodigden aanwezig waren, is vandaag de sterrentuin officieel voor het publiek opengesteld. In deze tuin worden de gedachten aan de overleden kinderen levendig gehouden. In het midden van de tuin staat de sterrentrap centraal, omringd door bosdieren die verwijzen naar een kind dat zo wordt gemist. Uit mijn leven bent, weg uit mijn bestaan. Niemand ooit de reden kent waarom jij moest gaan. Zou een lot je leven leiden dan? Zijn je wegen al bepaald? Iemand waar je zo van houdt, raak je zomaar kwijt. Jouw verhalen tegen mij zijn verleden tijd. Zou het lot je leven leiden dan? Zijn de wegen al bepaald? Alles is veranderd sinds jij er niet meer bent. Daar staan we dan. Samen op een prachtige, unieke plaats midden in Grubbevors. Wat begon als een piepklein idee, is een prachtig monument geworden. Monique, Doreen en later Yvonne wilden hier een plek creëren waar overleden kindjes uit Grubbevors herdacht kunnen weren. Een symbolische plek waar de herinnering op een speelse manier ruimte kost krijgen. Gennis woorden kost, maar lieflijk, kleurrijk en vooral gewoon een plek om te zien. En in hun verleg kwamen we eigenlijk heen terecht. Heen waar we nou met z'n allen zien. Deze prachtige boom hier links van ons, en voor ook rechts uiteraard, heeft weer een nieuwe functie gekregen dan boom zien. En wat voor een functie? Eerlijk gezegd, zelf had ik geen mooiere bestemming kunnen bedenken. Maar nog eens, wat een klein idee begos, kreeg plotseling een hele mooie vaart. Blijkbaar werd de gedachtegang omarmd door vele, vele dorpsgenoten. Ontzettend veel reacties. Heel veel lieve opmerkingen om te helpen. En dat gaf een struim van warmte in ons hart. In feite hebben we 3 keer met de ogen geknipperd. En toen stonden we net op het speelplein van de Chameleon. En iedereen werd wat voor een check er overhandigd werd. Ongelooflijk. Maar dat niet alleen. Ook veel bedrijven wilden een steentje bijdragen door hulp in natura. En mede door de goede ideeën van de kinderen van de basisschool De Chameleon is de sterrentuin geboren zoals deze is. De boom is het centrale punt waarin dieren een hoofdrol mogen spelen. In deze, zeker in de oren van een sprookjesachtige omgeving, staat elk dier voor een overleden kind. Ze bewaken als het ware de trap richting de sterren. De trap gaat omhoog richting diezelfde sterren. En starend door de lucht vult de verbinding weer heel sterk. Komen we weer samen en schijnt voor ons het licht. Want liever dan de liefde dat besteedt. Want liever dan de liefde. Dank jullie wel.